10 dingen zien met AI. Allereerst, spreek ik Italiaans? AI startte al in 1950, maar sinds december 2022 heeft het de aandacht van iedereen. Y también vamos a hablar de la guerra de IA. ¿Gana OpenAI, Microsoft, Google o están listos Amazon, En nog veel meer talen. Even over 3,5 en 4. 3,5 is fantastisch, gratis, maar maakt heel veel fouten. Vraag je hoeveel boeken ik heb geschreven, krijg ik een hele bak. 4 zegt, ja sorry, Vincent heeft kan lullen, maar geen boeken schrijven. 4 is 100 keer slimmer, kan plaatjes maken, analyseren, data. Kan, is actueel en kost 20 euro en is echt heel erg de moeite waard. Je kunt er naast teksten mee maken, verbeteren, kun je ook dit soort dingen doen. Je gooit er 3 verschillende teksten in en zegt, analyseer die nou eens even op verschillende criteria. Als je iets wil schrijven, dan is dat heel erg handig. Je kunt ook meteen een samenvatting ervan krijgen. En dan als je hebt op een gegeven moment, ga er tegen praten. Dat is echt zoveel handiger als je de app neemt en je zegt hier rechts linksonder de microfoon klik je aan. En dan kun je er tegen praten en dan zeg je, maak voor mij een ontwerp over dit en dit en dit. En ik wil dat je dit doet en dat doet en dat je het echt gewoon structureel verbetert. Hij verstaat je gewoon heel erg goed en hij maakt daarna een hele goede tekst. Tweede, zet hem in de expert mode. Zeg tegen ChatGPT, hey, je bent mijn expert. Stel me net zo lang vragen totdat je precies weet wat je moet doen. En dan geef je me een rapport of een overzicht. Die twee dingen maken de resultaten 10 keer beter. En dan kun je ook in conversatie gaan met ChatGPT. Ik heb het zelf een beetje gemaakt. Ik heb er een bankmedewerker van gemaakt. Laten we eens kijken. Goed om te horen van u, mevrouw Portugies. Wat is het bedrag dat u wilt overmaken naar Schilderbedrijf De Wit? Ik wil 1250 euro overmaken. En het eerste gedeelte van de spaarrekening naar de betaalrekening. Want daar staat er weinig op. U wilt dus 1250 euro overmaken naar Schilderbedrijf De Wit. Eerst verplaatsen we 250 euro van uw spaarrekening naar uw betaalrekening. En dan regelen we de overboeking van 1250 euro naar Schilderbedrijf De Wit. Dat bedrijf staat in uw adresboek, dus ik heb alle benodigde gegevens. Gaan we dit zo in orde maken? Maar je kunt ook heerlijk met het praten over op een gegeven moment om samen te werken aan een project. Dus ga gewoon praten en in de conversatiemode. Ideaal in de auto. Dan kun je ook plaatjes erin gooien. En als je een complex plaatje hebt en dan kun je een vraag stellen, dan krijg je gewoon een goed antwoord. Nou, dan is dit natuurlijk gewoon logisch. Maar dit, wat is dit in godsnaam? Nou, dat weten de mensen niet, maar dat is de human brain. En hij weet ook precies welk gedeelte wat is. Ik snap niet hoe hij dat weet, maar dat is fantastisch. Dan meetings. We zitten altijd voortdurend in meetings. Als je dit appje Wave neemt, dan maakt hij, je zet het aan en maakt er meteen een transcript van. En hij maakt ook een mooie samenvatting. In dit geval is het mijn dochter en mij die bij een dokter op bezoek gaan. Samenvattingen maken van meetings, ideaal. Dan e-mail. We moeten natuurlijk voortdurend met e-mail bezig zijn. We kunnen hier heel makkelijk vragen. Kun je even in deze e-mail, die 7-8 keer heen en weer gaat, kun je er een samenvatting maken en de essentiële dingen naar voren halen. Je kunt natuurlijk ook meteen een draft maken en een reply maken die dan op maat maakt. Dan kun je zeggen, ik heb één document met informatie. Maak daar nou eens een user guide van. Dan kun je zeggen, op basis van deze vraag, dit document moet je gewoon een startup guide maken. En dat doet hij dan ook gewoon. Hij kan het ene document in het andere verwateren. Dan spreadsheets. Niemand kent die dingen. Als je zegt, hey, ik wil even een kolommetje hebben en je moet alles wat positief is, moet goed zijn. En alles wat negatief rood, hij maakt de formule en zet het er meteen in. Heb je een spreadsheet en heb je een PowerPoint en je hebt een document, een wetenschappelijk document, zeg je, maak van dit document eens even een PowerPoint. Hij komt met een suggestie voor alle slides. Zeg je ja, dan maakt hij die slides met ook de plaatjes erbij. Dan meetings. We kunnen ook die meetings nu met elkaar hebben en die kun je dan bevragen. Je kunt zeggen, hey, maak een samenvatting van alle ideeën, zet die in de whiteboard, zet het in de verschillende categorieën, kom op even wat nieuwe suggesties en je hebt hier op een gegeven moment gewoon een nieuwe AI-medewerker bij. Allemaal standaard tools die jullie allemaal gewoon krijgen. Dan plaatjes, video's kun je aanpassen op de taal zoals ik dat deed. Merhaba, ABN AMRO ile birebir hoş geldiniz. Adım Luke ve bu yardım videosunda ABN AMRO uygulama... En dit duurt 5 minuten met Hey Jen. Dan wil je video maken of veranderen. Als jij met tekst kunt omgaan, kun jij zeggen van nee, ik wil gewoon plaatjes maken, video's veranderen, fotootjes veranderen. En je kunt ook zeggen, nou ik wil een andere soort persoon zijn. Ik wil een robot zijn in plaats van mezelf. En je kunt ook gewoon alle foto's aanpassen zoals je wil.
teksten. Mensen die teksten om kunnen gaan, kunnen ook gewoon nu mooie dingen maken. Hier zie je een voorbeeld van allemaal filmpjes die gemaakt zijn alleen maar door een stukje tekst in te typen. Maak een film van. En we gaan zo meteen een professional aan het werk zien, maar ik heb ook even een song gemaakt met Suno over misinformatie. En dan als je kijkt in de gezondheidszorg, als jij een appje hebt zoals Bina, die kijkt naar jouw gezicht, naar de kleuren. En die kan op een gegeven moment daar, als je er een minuutje naar kijkt, je bloeddruk, je hartslag, je stressniveau, maar ook je cholesterolgehalte of de hoeveelheid oxygen halen. Alleen door gewoon iets te kijken. En dat is dan ook medisch goedgekeurd. Er werken 100 man, 40 PhD's, ze zijn er 5 jaar mee bezig geweest, maar dat kan AI, kan dat dus ook. Dan komt AI ook everywhere, in dit geval in mijn bril. En ik heb een blinde man opgezet. En hij de bril kan kijken, kan beschrijven en kan ook antwoord geven op vragen. Hey Meta, waar ben ik? Hi Rick, je bevindt je momenteel op de Haarlemmerstraat in Leiden. Ik wil geld opnemen. Kan dat hier in de buurt? Zeker, er zijn meerdere geldmaten in de buurt en ook een geldmaatwinkel. Misschien is dat fijner met dit weer. Het regent, ja. Stuur me naar de winkel, naar de geldwinkel. Dat is 50 meter verderop. Super. En natuurlijk de tool die ik elke dag gebruik. AI in de auto. Deze autopilot rijdt in Amerika gewoon van door naar door. Neemt gewoon rotondes, gaat op snelwegen, gaat terug en rijdt helemaal 100%. In Europa is niks toegestaan tenzij het is wettelijk oké is. In Amerika mag alles tenzij het is verboden. Daar werkt dus al veel meer. In een aantal jaren kan iedereen dit gaan gebruiken. Dus dit waren eventjes 10 tools van AI op dit ogenblik. Veel plezier vanavond!